niet door te nou. Kom maar. Door te nou. Ja, wel. Huppelakee. Kom maar. Dit zit er helemaal spannend uit. Ja, maar dat is ik spannend. Ja, maar dit is spannend. Nou ja, dat doet van net. Of, wat toch wel? Oh. Ja. Ja. Eerst met Jan. Nou Jan, doe eerst. 1, 2. Ja, ja, Jan hebben het tweede verzet. Zo jongens, die vesten die hebben maar die net gevangen. Ze voelt het, dat zou die juffrouw gasten steeds. Ze komt en dan wordt verzeringen en vringen uit deze. Nou, en dan leeg je vis in. En dan komen we even hier in de puin. Zit wel? Wow! Doen jullie daar allemaal vissen in? En hier maar daar komen alle visken in. Dit is een boot. Ik dacht een bladvis. Nou ja, en dan houden we die hier mooi leeg. Nou, zullen die in de deksel eraan? Ze langs in de nest of ze houden een beet. En dan mogen ze zitten. En wat dienen ze dan op de wc? Klassen. Of poepen. Ja, inderdaad. En dan dachten ze van een lekker zacht papiertje. Nou, dat weer net is. Hier net wc-papier. Want wat pakken ze? Een stuk van de gids. Dat schenk is wat op de televisie weer. Nou, en vaak lezen ze dat dan nog even. En wat moest je dan mooi doen? Nou, de kont afvegen. Precies, de boeken afvegen. Nou, hup. Papier in het bad. Goed. Maar hoe moest dan terugspelen? Ja, dat voelde net. Want het plompte daar gewoon in dat bad. Oeh, ja, goed zo. Dit is speciaal voor mij. Ja. Maar hoe kan dat? Nou, Sjoch, daar zit een kurk, die bloedt wat druwen. En hier zit een gewicht aan. Zit wat? Dat zinkt naar beneden. En die kurk die wil druwen. Nou ja, en dan gaat er omheen. Dus krijg je uit de dobber. Wie weet hoe uw moeder thuis de koffie maakt? Weet iemand dat? Hebben jullie wel een koffiezetapparaat of zo? Deze ken ik wel. Ja, en daar moest dan vroeger moesten hier de koffieboontjes in. Ja, en dan deden deze en dan dicht. En dan moesten ze heel hard malen, zo heel hard. Ja, en dat heeft mijn bekken nog. Jongens, hoe vind je hem het? Leuk. En waarom is dit zo leuk? Want we gaan overal kijken. Wat had je hem bijvoorbeeld al als jongen? Een reddingsband. Ja, en een pet. En we waren ook op het schip geweest. En allemaal krabben gezien. En vissen. Ja. En platvissen. Kom maar. Dan moet je ergens wat mee zitten, normaal is maar een doetje, je leidt wat. Kom maar, pak hem op samen. Doe jij het? Ik kan het wel. Doe jij het maar. Ik kan het wel. Ja, hartstikke mooi hoor. Hartstikke mooi. Goeie! Wat ben je onderaan? Wat wil je doen? Bandit. Beetje zonne, vakantie houden. Aha. Weekendje vrij. En je bent in een camper? Ja. Maar steem je dan het hele weekend? Ja. Nee, lekker hoor. Ja. Nee, dat valt wel. Maar ja, je steemt hier wel een beetje bij Sankt Grete Dik, of? Ja. Heb je geen last van? Nee, valt best mee. Wij wonen aan de snelweg, dus dat zie je ook, dus dat maakt niet uit, hè? Viel je toch een beetje thuis? Ja, daarom. Ja, anders wordt het te stil, hè? Ja, dan word je bang van de stilte. Een beetje tot rust komen? Nou. Met geschokte zenuwen tot rust laten komen. Jo, wat? Geschokte zenuwen. Ja. Wat ben dat? Nou ja, dat wacht ik dus nou af of het beter gaat. Ja. Maar je bent bij de dokter geweest en die zal je echt geschokt zijn. Nee, die zei, ga jij nou maar rustig daar het weekend weg, dan komt alles weer goed. Oké. Ja. Ja. Nou ja, dan doe je dat, hè? Ja. Dus je moet er wat verplicht rusten? Is verplicht rusten, ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, het is lekker hoor. Ja. Mooi. Zo willen wij wel rusten.